De functie Who Viewed Your Profile is de meest gebruikte functie op LinkedIn. Dat weten ze, dat kunnen ze meten en daarom hebben ze hem sinds kort uitgebreid. Je kunt, als je op je homepage komt, via de rechterkant automatisch naar dit overzicht gaan, maar ook vanuit Profile en Who Viewed Your Profile. Nou, wat zie je daar nu veranderd? Je ziet nu, even wachten, even wat tijd nodig, wat voor acties je hebt gedaan waardoor je meer views hebt gekregen. Want het is natuurlijk wel leuk dat je views hebt, maar waar komen ze vandaan? Als je trouwens terugklikt op een week, je kunt hier per week kijken, dan zal hij ook meteen het overzicht laten zien van die betreffende week. Dus zo kun je heel duidelijk zien, kijk, welke mensen hebben mij bekeken. Nou, dit is hartstikke vervelend dat deze ertussen staan, maar dat kunnen we niet uitzetten. Wat je wel uit kunt zetten is dat je de onbekende profielen er te zien krijgt. En daarvoor kies je voor viewers, dat je alleen members with full names wil zien. En zo krijg je een duidelijker overzicht van de mensen die van deze week jouw profiel hebben bekeken. Even kijken, vorige week weer alleen de mensen en niet meer de anonieme. Ja, het lijkt een anonieme, maar die heeft gewoon nog niet de moeite genomen om een foto te plaatsen. En zo krijg je een volledig overzicht. Handig. En vooral omdat je kunt zien van wat heb je gedaan waardoor je meer profielviews hebt gekregen. En ook hier weer het bewijs dat endorsen zin heeft. Want mensen gaan dan toch even op je profiel kijken, denken aan je, denken, oh ja, die persoon. En wie weet wat het oplevert aan business. Nou, volgens kun je ook nog zien van waar mensen vandaan komen. 69 mensen met salesperson. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn deze mensen. Hoeveel founders? Ja, iedereen zoekt op founders. En hier zie je allemaal dan de betreffende personen. Dus op deze manier kun je wat meer inzicht krijgen op hoe mensen op jouw profiel zijn gekomen. En wat voor mensen het zijn. Dus bijvoorbeeld mensen uit de marketingsector. Nou, dat zit volgens mij ook iedereen tegenwoordig in. Op deze manier krijg je een meer inzicht in wat jouw profiel doet op LinkedIn. Ja, en als je daar meer in wilt doen, klik dan op onderstaande link. Want daar leer je hoe je profiel verder kunt optimaliseren.